ga naar de burgemeesters. Want er zijn twijfels bij burgemeesters over de effectiviteit van de spreidingswet. Ja, de 25 veiligheidsregio's zijn dat. Zij mochten aangeven wat zij vinden van die spreidingswet van Erik van den Burg. Tot middernacht gisteravond kon dat dus gedaan worden. En ze zeggen het proces om asielzoekers eerlijk over gemeenten te verdelen is complex. Het moet duidelijker. Ze zijn natuurlijk heel blij dat die wet er nu uiteindelijk is. Maar Hubert Brils, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, schrijft dus wel dat er nog het een en ander aan gesleuteld moet worden. Ze vrezen ook dat het nog lang gaat duren voordat de wet leidt tot voldoende opvangplekken voor asielzoekers. En ik praat er nu over met Ahmed Marcouch. Hij is de burgemeester van Arnhem. Goedemorgen, meneer Marcouch. Ja, goedemorgen. Wat is er nou precies complex en wat moet er duidelijker? Nou, kijk, waar het uiteindelijk om gaat is dat de gemeenten de afgelopen periode zich ontzettend hebben ingezet. Duizenden mensen hebben opgevangen. Dus dat vraagt veel van gemeenten, want je moet heel erg improviseren. Je moet plaatsen en plekken vinden. Het was een crisissituatie. Het is een crisissituatie. En eigenlijk zeggen we, ja, die wet is nodig, want je hebt doorzettingsmacht nodig. Dus als een gemeente niet wil, om welke reden dan ook, dan moet de minister ook dwingend kunnen zijn. En tegelijkertijd moet dat natuurlijk wel, het moet wel snel. En die wet die nu voorgesteld wordt, die lijkt er van uit te gaan. Die gaat uit van een aantal stappen waardoor het misschien te lang duurt. En je toch uiteindelijk die toestanden op die grasvelden bij Ter Apel niet oplost. Dus daar zit de zorg. Ja, want er worden verschillende data genoemd. 1 juli, maar ook 1 september is te lezen. En dan wordt er pas op dat moment gekeken van, als provincies en gemeenten te weinig doen, dan worden ze gedwongen. En gemeenten die het wel goed doen, die krijgen dan €2500 boete. U zegt dus dat duurt te lang. We moeten daar al sneller in zijn. Nou ja, kijk, wij zeggen je moet eigenlijk gewoon een structuur hebben, een manier van werken hebben die op lange termijn helpt. Dus dat je niet in de crisistoestand elke keer terechtkomt. Dus daar kan deze wet zeker in helpen. Maar tegelijkertijd hadden we deze wet eigenlijk gisteren moeten hebben. Dus het is die opvangbehoefte, die nood. Is nu en morgen dus. En daar lijkt die wet niet meteen een antwoord op te geven. Wat willen voor aanpassingen? Nou, dat je in ieder geval die duidelijkheid is. Dat betekent dat we eigenlijk dat tempo erin willen houden. Dus dat die aanwijzingsbevoegdheid ook snel kan. Dus die wet moet eigenlijk heel snel kunnen werken. En zoals het er nu uitziet, lijkt dat pas in september te gaan werken. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee, voor september, dat is wat u wil. Dank u wel voor de toelichting, meneer Marcouch, burgemeester van Arnhem. Het houdt niet op, niet vanzelf, met die spreidingswet van de staatssecretaris, hè? Nee, en ik ben eigenlijk vooral benieuwd. Ja, een Kamerlid aan tafel, dus dat komt goed uit. Dat lijkt me toch, zijn boodschap is van, het gaat eigenlijk niet snel genoeg. Mm-hmm. En moet eigenlijk terwijl juist het snel moet in deze situatie. Ja, zeker. Je ziet gewoon in Ter Apel, ik ben er zelf ook geweest, dat daar echt te veel druk op komt te liggen. En die spreiding is ervoor bedoeld. Dat alle gemeenten meehelpen. En dat is nu onvoldoende. Gemeenten geven ook zelf onvoldoende de plekken aan. Een aantal wel, hè? Die doen het heel goed en een aantal niet. En daarom is die spreidingswet om solidair zeg maar alles te verdelen. En het is goed dat burgemeesters ook aangeven waar zitten de knelpunten. Maar we moeten daar wel de versnelling op zetten. Nou ja, en als ik Marcouch zo hoor, dan is daar nog wel wat winst te behalen voor Erik van den Burg.